En dan nu? Hallo kijkers. Spelletjes spelen is leuk, vooral als je het in de baas zijn tijd mag doen. Voor wie het nog niet wist, ambtenaren en hun gedrag zijn een onuitputtelijke inspiratiebron voor mij en mijn werk. En ik hoef er echt zelf bijna niets voor te doen, ze verzinnen het allemaal zelf. Deze week werd ik weer geraakt door een formidabele vondst op het stadhuis. Er komt een nieuw groen gebied in deze stad. En als eerste spelletje voor zichzelf hadden ze bedacht om een namenwedstrijd uit te schrijven. Hoe origineel niet waar. Vervolgens heeft een deskundige jury uit alle 80 inzendingen één naam als winnaar aangewezen. En nou komt het. Deze week zijn ze begonnen met het bekendmaken van de naam. Per dag twitteren ze één letter van de 8 letters tellende naam. Ook via de website nijmegen.nl wordt elke dag een letter bekendgemaakt. Want Wordfeud is een populair spel, aldus de gemeentewoordvoerder in de krant. Nou twitter ik zelf niet, maar ik heb geprobeerd om via de website de letters te achterhalen die al beschikbaar zijn. Je moet dan eerst naar nijmegen.nl, vervolgens klik je op inwoners, dan ga je naar stedelijke ontwikkeling, daar pak je de pagina Waalsprong, dan ga je naar de landschapszone, vervolgens opnamewedstrijd klikken en dan krijg je eindelijk alle letters. We hebben al een A, een E, een D, een J en de volgende letter is een E. Kijk, van de spelregels van Scrabble hebben ze ook geen kaas gegeten. Dan krijg je namelijk alle letters in één keer en mag je daar een woord van maken. Man, dit is toch echt niet uit te leggen aan je kleinkinderen later. Opa, wat deed jij toen de crisis in 2012 uitbrak? Lettertjes twitteren, jongen, dat mocht toen van de overheid. Bedankt voor het kijken en tot de volgende week.